Gefeliciteerd met je transfer naar Sparta. Ja, bedankt. Ik ben daar ontzettend blij mee. En ik zie graag mijzelf ook in de Eredivisie spelen. Dit is een goede gelegenheid. En wanneer hoorde je nou dat Sparta geïnteresseerd was om je de rest van het seizoen over te nemen? Vorige week eigenlijk, midden van de week. En toen werden al een beetje telefoontjes gepleegd. En toen werd ik ook ingelicht. En vanuit daaruit is het een beetje gaan lopen. En zodoende ben ik nu bij Sparta beland. En hoe was je eerste reactie toen je hoorde van deze mogelijkheid? Ja, ik was zeker enthousiast. Zeker nu met de nieuwe trainers, Gilde. Met de Fred en met Corpot en met Advocaat natuurlijk. Het is natuurlijk een fantastische ervaring om met hun te trainen. Mijn internationale ervaring. En ik heb met Fred ook samengewerkt bij Almere City. Dus die kent mij en ik ken hem. Dus ik zie ernaar uit om weer samen met hun te werken. Is dat ook doorslaggevend geweest in je beslissing? Want er waren andere opties. Ja, in Engeland. Dat is natuurlijk wel de bedoeling als je in Engeland speelt, dat je daar wordt verhuurd. Maar nu Sparta is langsgekomen, club uit de Eredivisie. En ik kan daar voetballen. Dan is dat alleen maar mooi. Hoe heb je de Eredivisie en Sparta daarin gevolgd de afgelopen paar maanden dat je over zee zat? Ja, het zat natuurlijk niet echt mee met Sparta de afgelopen maanden. Ze zaten onderaan en trainer werd ontslagen. Dan gaat het altijd wel een beetje anders lopen. En het is nu de bedoeling om na de winterstop met een aantal versterkingen om dat weer op te pakken en als team weer er bovenop te komen. Nu heb je de wedstrijd tegen Vitesse in het stadion bijgewoond. Hoe was je gevoel over die wedstrijd? Ja, ik heb de eerste seizoenshelft niet echt veel wedstrijden gekeken live, waardoor ik echt kan concluderen of er verbetering in zit. Maar de supporters waren wel veel positief. Positiever dan eerst. En als ze dat vergeleken met de voorgaande wedstrijden, zat er zeker wel meer pit in. En ja, hier speelde je een aantal jaar geleden met Almere City. Toen gingen jullie ten onder. Nu ben je zelf Spartaan. Hoe is dat? Ja, dat is wel weer een tijdje terug. Dat was 3 jaar. Toen was ik hier ook 2, 3 jaar. Onder Fred Grim zelfs. Ja, dat is op het kasteel. Hun zaten toen in Jupiler League. En dat was team met de meeste supporters en als je hier komt, die ambiance. Het was wel geweldig om dat mee te maken en nu ik hier onderdeel van uit kan maken, dan moet ik mezelf alleen maar bewijzen daarvoor. En toen je hier speelde, was het misschien ook wel een daar wil ik ook spelen in de Eredivisie, of in dit stadion met deze mensen. Ja, zeker weten. Sparta is natuurlijk, je zag ze al in de Jupiler League dat ze eigenlijk te groot daarvoor zijn. En die horen gewoon in de Eredivisie thuis, vooral met de geschiedenis en alles erop en daaraan. Die horen gewoon eigenlijk elke jaar zichzelf veilig te stellen om gewoon mee te doen met het middenmoot. En dat is dit jaar, misschien vorig jaar ook een beetje lastig, maar als we dit jaar gehandhaafd kunnen blijven, dan zal dat fantastisch zijn.